Ik heb hem bij gehouden. Mary Jane kreeg geloof ik bij binnenkomst al de opdracht om niet te winnen. Van Tommy. Heb je aangehouden? Ja, daar heb je je aangehouden. Had niet erg geweest, want iedereen heeft hem al gezien, hè? Schitterende beker. Ja, hij is prachtig. Hij is mooi geworden. Een applausje voor Marcel, jongens. Ja, Marcel. Marcel heeft er heel verschrikkelijk zijn best op gedaan. En ik vind hem erg mooi. We hebben ook besloten dat hij dus na 3 keer niet meer gewoon van iemand wordt. Die krijgt gewoon een medaille als je hem 3 keer achter elkaar haalt. Maar Maar ja, vandaag gaat hij dus naar een nieuwe... staat nog niet op de lijst. Mary Jane moet er nog bij, Mary Jane. Ja, 2012. Ja, je staat er 2 keer achter elkaar op. Zo. Ja, ik begin gewoon bij nummer 1, jongens. Ja, dat is gewoon, ja, het is niet te geloven. Het was mijn concurrent, maar we hebben elkaar naar grote hoogtes weten te brengen. Mooie pit. Verschrikkelijk veel roep. Hij gaat naar Arno toe met... Dat is speciaal voor mij. Ja, het was een beetje raar. Ik weet niet, ik wil van jullie wel weten hoe jullie het vonden om er 12 te spelen in plaats van 16. Want, zal ik hem eerst in ontvangst nemen? Dan sta ik hier ook wel weer een joke van natuurlijk. Dan sta ik van, nou, eerste Arno. Wat vinden jullie eigenlijk van de avond? Dus, jammer, hè, is het dan. Ga ik je ook deze En wensen hem heel veel geluk. En zoen natuurlijk, hè, dat hoort erbij. Je hebt van harte gevulkaniseerd. Gevulkaniseerd, dat zei ik. Gefeliciteerd. Hey, laat die boer dan. Laat je van de boer zijn. En bedankt voor die. Stop jezelf in je zakje. Dan luister je wel. Net zei ik een paar punten bij te delen. Nee. Nou, bedankt, Jami. Ja, nou, van harte gefeliciteerd. Dat is lang. Ja, we houden hem nu dus even hier en dan krijg jij heel snel. Heel snel. Ja, oktober. Eind oktober. Nee, de bedoeling is echt dat het sneller gaat. Nu gaat het. We hoeven alleen maar dat plaatje nu te bestellen. We wisten even niet wat we ermee aan moesten. Nee, maar die is toch. Maar die krijg je. En die natuurlijk, hè. Maar hij is er erg aan, hè. Houd hem maar binnen. We zetten hem al terug. Kijk eens. Ja, geef hem maar hoor, want die is van Arno. Ja, dankjewel. Dank je. Was leuk. Nou, dan is het natuurlijk een beetje raar om jezelf ook wat prijzen te geven. Maar... Niet doen, niet doen. Dat is toch, ik heb de tweede plaats. Fantastisch. Ik sta net niet op te breken, maar... Prijspakken voor je moeder. Wie is naar zijn? Ah, Kaarsie. Nee, doe maar wat. Nee, ja, het is die 3. Ze kies gewoon zelf uit. Dat is een heel lot. Die zijn dan weer voor de tweede plaats en die is voor de eerste. De derde plaats. Ja, die poederprijs hoor je. Die is voor Marcel. Nee, dat redt hij niet meer. Die mag je ook, maar oké, ik pak ze zelf. Hou je pak ze allemaal. Bedankt. Ik had het de tweede en de derde plaats. Hè? Niet zeggen? De derde plaats zeg ik niet. Nou, ik ben ook benieuwd. Die gaat daar in volle met 4002. Ja! Wow. Yeah. Yeah. Ja, dit was echt. Ik geloof het niet. Is het wel
Ja, ik wou net zeggen, klopt het wel? Het is de eerste keer dat ik prijs heb. Ja, maar voor mij ook. En voor Arno, voor Arno. Ach, die van ja, als je dan een lijn gaat doen, dan wordt het een twaalf. Dan moet je nou niet hoeven doen. Jongens, ik ben er echt heel blij mee. Ja, blijf maar. Ik ben net zeggen, het is nou ja, twee loods. Weet je het zeggen? Ja, nou ja. Oh, het is trouwens niet van de december, het is van januari. Ja, die was de buur. Dat is wel heel belangrijk, want ik ben nooit vergeten dat papa dacht dat hij prijs had. Ik weet niet of u dat nog weet. Maar die zat zich al helemaal rijk te rekenen. En toen zat hij te kijken bij de... Verkeerde maand. Ja, verkeerde maand. Ja, nou, hij is van januari. Dat lot. Ga op, hem. Was er aan het strooien op straat? Gefeliciteerd, die volgende. Ja. Ja, dat was wel... Heftig. Nou, dan ga ik zo even. De kaars hoorde er niet bij. Jammer. En de poedelprijs gaat naar tot de 10. Oh! Ik wou hem hebben tot de 10. Dankjewel! Verzoen, hè? Bedankt! Nou ja, wie weet. Wat een De zesde, ook 37. Ja, maar dat is knap voor de eerste keer. Ja, ik ben ook niet tevreden. Ik wist helemaal niet dat jij ging kijken. Gert, als de